Weer die mensen op het ijs. Weer die mensen in de weg eigenlijk. Sjaak Bakker laat Kooijman overnemen en laat het gaatje vallen. Herman Veneman kan niet terugkomen, dus gaat Kooijman alleen door. Sjaak Bakker uit Berkhout is 7 maart tweede geworden tijdens de alternatieve Elfstedentocht die voor de vierde achtereenvolgende keer in Finland gehouden werd. Een prima prestatie van de sinds enkele maanden zonder sponsor rijdende Berkhouter. Hier ziet u als eerste Jan Kooijman over de finish gaan, gevolgd door Sjaak Bakker. En dan respect en niets dan respect voor Sjaak Bakker, een man die heel veel heeft gedaan in deze koers. Op de tweede plaats, in de verte daar, Herman Veneman, een B-rijder.